Limburger en ik werk bij kasteel Woerden Abrona. Abrona is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. En op het kasteel, een van de locaties van hun, wonen 28 mensen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 20 tot 51 jaar. In mijn functie, ook heel afwisselend, heel veel verschillende dingen, hoop regelwerk. Ik zorg dat de mensen hier... Ik zal maar voor een keer het doen. Met Alice? Hallo. Je gaat naar je ouders. Oké, ben je voor het eten terug? Veel plezier. Doeg. Dat is mijn werk dus. Kom, gaan we lekker buiten zitten. Het werken hier is gewoon heel erg leuk. Heel afwisselend. Er wonen hier hele leuke mensen. En die ik help. Met de dagelijkse gang van zaken. Ja, dat ze goed met hun financiën om kunnen gaan. Dat ze zorgen dat ze boodschappen in huis hebben. Als ze willen leren koken of andere dingen willen leren, helpen we ze daarbij. Normaal, en die hebben we natuurlijk nog steeds ernaast, is het een papieren versie. Met heel veel lettertjes en woorden. En daarom is het nu zo fijn dat we het in een praatplaat hebben uitgebeeld. Veel duidelijker voor iedereen. In één oogopslag wat wij belangrijk vinden in het kasteel. Visie op wonen en werken. Samenwerken met familie, met vrijwilligers en team. Ontmoetingsgelegenheden. Respect met elkaar omgaan en veilig voelen in een huis. En het is nu heel mooi uitgebeeld. Heel veel positieve reacties. Nou, vanuit het team. Die vonden de layout heel erg mooi. De familieraad was erg enthousiast. Gisteren hebben we een kasteelborrel gehad. En daar hebben we het aan de rest van de familie geïntroduceerd. Zo'n beetje. En ze hebben er ook allemaal één mee naar huis gehad. Hij hangt ook in de gang. En dan kwamen die cliënten van, oh, wat hangt daar nou? En het ziet er wel spannend uit. En wat betekent dat? Nou, heb je gelijk weer een goed gesprek erover. Over wat hun belangrijk vinden. En wat wij belangrijk vinden. Tot de volgende keer. Joep. Leuk dat je er was.